fijn dat u hier bent om elkaar een goed 2013 toe te wensen. Een jaar dat als een nog onbeschreven blad voor ons ligt. We weten niet wat het jaar ons gaat brengen. Er zijn wel allerlei plannen en voornemens en het ziet ernaar uit, zeker ook voor de gemeente Katwijk, dat 2013 een heel druk jaar wordt met allerlei projecten en plannen waar de gemeenteraad besluiten over gaat nemen of waar al besluiten over genomen zijn en waar de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan. Maar ook al zijn er allerlei redelijke voorspellingen te doen, ons voorspellend vermogen is maar beperkt. Wat dit jaar uiteindelijk gaat brengen, dat weten we nog niet. Raken we langzamerhand uit de economische stagnatie of duurt die toch langer? Wie zal het zeggen? En dat is zeker iets wat heel belangrijk is voor de bedrijvigheid in de gemeente, voor de financiën van mensen persoonlijk, maar ook van veel organisaties. Sommige voorspellingen hebben een soort self-fulfilling prophecy-achtig karakter. Zo schijnt onze verwachting van de economische ontwikkeling een flinke invloed te hebben op de staat van de economie. Als we in ons hoofd hebben dat er zorgelijke tijden aankomen, dan worden we zuinig. We sparen het geld liever nog even, we geven het niet uit en de economie kachelt achteruit. Nou ja, en we hadden onze zorgen al, dus het klopt. Andersom, als je gelooft dat het goed gaat, dat het beter gaat worden, ook in de economische ontwikkeling, dan voel je je meteen al beter. Je ziet alles een stuk zonniger, het glas is toch half vol, nietwaar? En als we dan ook nog wat gaan investeren, dan gaat het ook objectief beter. Dus ik zou zeggen, laten we dat in ieder geval afspreken. Laten we gewoon positief er tegenaan kijken. Volgens mij gaat het dit jaar beter. En ja, dan zal het ongetwijfeld ook beter gaan. Juist. Het is een interessant fenomeen dat de psychologie zo'n invloed heeft. Laat ik een ander voorbeeld noemen. De cijfers van criminaliteit en misdaad zijn ongekend laag. Dat geldt voor Nederland in zijn algemeenheid en voor Katwijk geldt het zeker. Zijn ongelooflijk laag. Toch spreken veel mensen met grote zorg over de toenemende onveiligheid en het gevoel dat er van alles en nog wat mis is op dat terrein. Incidenten worden enorm uitvergroot en dragen bij aan het gevoel van onveiligheid. Politici en bestuurders doen ook hun duit in het zakje. De minister spreekt zijn grote zorg uit over incidenten. Kamerleden eisen meer blauw op straat. De Telegraaf zet elk incident met grote letters in de krant. En wij kunnen niet achterblijven. Want dan negeer je de onrustgevoelens bij de bevolking. En dat wil je natuurlijk niet. Toch geven de cijfers aan dat het over het algemeen bijzonder goed gaat, juist ook op het punt van veiligheid. Misschien hebben we de psychologie van de onveiligheid wel nodig om alert te blijven, maar het blijft een bijzonder fenomeen. En je kunt je ook afvragen van, zou het niet een keer moeten omslaan? Het gevoel van dat het steeds onveiliger wordt, als het niet klopt. Iets dergelijks hebben we ook in onze gemeente. Wanneer we, ik zeg maar wat, in Valkenburg bijvoorbeeld, gaan vragen of de gemeente hart heeft voor Valkenburg, vrees ik dat je weinig positieve reacties krijgt. Toch? Valt wel mee, oké. Okay. Als je in Rijnsburg vraagt of de gemeente een goed beleid voert voor Rijnsburg, dan heb je een goede kans dat er gereageerd wordt dat de voorzieningen in Rijnsburg minder worden en dat Katwijk wordt voorgetrokken. Ja. In Katwijk hoor je ze nu en dan van de weeromstuit dat er alleen maar aandacht is voor de ontevredenheid in de andere wijken en dat ondertussen in Katwijk juist minder te doen valt. Ook deze psychologie heeft zijn eigen logica. Want als dit gevoel bij de bevolking of een deel van de bevolking leeft, dan krijg je al gauw het effect dat bijvoorbeeld een volksvertegenwoordiger ook als volksvertegenwoordiger dat oppakt.
En als dat dan gezegd wordt, dan ontstaat er bij de bevolking een soort bevestiging. Zie je wel, ze zeggen het ook. Dus het klopt. Het blijft lastig opereren voor het gemeentebestuur. Voor de gemeenteraad, voor het college. En ook al heb je zelf het gevoel dat heel evenwichtig omgegaan wordt met de verschillende delen van de gemeente, je moet toch altijd uitkijken dat je geen tunnelvisie krijgt en dat je, omdat je zelf vindt dat je het goed doet, niet meer luistert naar wat er door de mensen gezegd wordt. Het is dus toch een lastig fenomeen. Ik denk dat er in ieder geval twee oorzaken zijn aan te wijzen voor het gevoel van achterstelling. Het ene is de associatie van wegvallende voorzieningen of negatieve ontwikkelingen met bewust beleid van de gemeente. En dat weer met het feit dat het een fusiegemeente is die verder weg staat van het eigen dorp. Je ziet het bestuur minder. Ze zitten in een ander dorp. We worden verwaarloosd. Besluiten uit de periode dat de gemeente nog zelfstandig was, worden als negatief, als ze negatief zijn, stevast toegeschreven aan het nieuwe gemeentebestuur. Goede ontwikkelingen worden soms ervaren als bevochten op het gemeentebestuur, zelfs als ze door het gemeentebestuur zelf geïnitieerd zijn. Een andere oorzaak, dat is dat de gemeente nog niet echt als eigen wordt ervaren en dat de keus om bijvoorbeeld bepaalde centrumvoorzieningen in het centrum neer te zetten elders wordt ervaren als een eenzijdige keus voor een bepaalde wijk. Dat was ook lastig in deze gemeente. Meestal ligt het centrum van de gemeente ook echt in het midden van de gemeente en is de gemeente naar alle kanten toe gegroeid. Hier heeft de gemeenteraad, na daar flink over gediscussieerd te hebben, toch geconstateerd van het commerciële centrum van de gemeente met de meeste voorzieningen en in ieder geval de grootste attractieve kracht. Dat is het centrum van Katwijk aan Zee, maar dat ligt niet in het hart van de gemeente, maar aan de rand. En dat helpt natuurlijk ook nog niet mee om voor iedereen het gevoel te krijgen dat dat echt het centrum van de gemeente is. Hoewel de gemiddelde Rijnsburger en Valkenburger doet daar wel regelmatig inkopen. Het kost tijd, dat zal waar zijn. Maar als er een soort kunstmatige aversie ontstaat, kan het wel heel lang gaan duren. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om de psychologische factor wat positiever te laten werken. Opkomen voor de eigen dorpen en tegelijk accepteren dat centrumvoorzieningen er zijn voor de hele gemeente. En dus ook voor je eigen wijk. En niet alleen voor de wijk waar het centrum ligt. En als gemeentebestuur zorgen dat we geen blinde vlek hebben voor de zorgen van de bewoners van de verschillende delen van de gemeente. Laat de psychologie vooral zo werken dat u zich zo inzet voor het dorp dat u lief is, dat de anderen er nog jaloers op worden. Dat is veel positiever dan het gevoel hebben van ze worden bevoordeeld. We zullen ze eens wat laten zien. Dat is een veel aardiger gevoel. En laten we onze zegeningen tellen. Een gemeente die redelijk compact is, waar de delen direct aan elkaar grenzen en toch een mooi natuurgebied bij de hand is. Een prachtig strand, een hechte gemeenschap, een actieve bevolking, veel activiteiten en verenigingen, mensen die naar elkaar omkijken. En ook, durf ik te zeggen, een efficiënt werkende gemeente met lage tarieven en een niet te grote organisatie die ook waakzaam blijft tegen bureaucratie. Een gemeente met veel particulier initiatief. Ik denk dat we er blij mee mogen zijn. Laat de regering maar proberen om efficiëntere gemeenten te vormen met meer dan 100.000 inwoners. Ik vrees dat deze schaalvergroting vooral meer bureaucratie, hogere kosten en een grotere afstand tussen bestuur en bevolking gaat opleveren. Katwijk is in ieder geval niet geïnteresseerd in fusies met wie dan ook. Wel in goede samenwerking, ook ambtelijke samenwerking. Als daar voordelen te halen zijn, efficiënter gewerkt kan worden, dan doen we graag mee. Maar wij houden de WUP in de WAP. Ik weet niet of er veel Katwijkers zijn die deze uitdrukking uit het Katwijkse dialect nog kennen. Maar voor de niet-Katwijkseers onder ons, het betekent wij blijven eigen baas. Ik wens u allen een gezegend nieuw jaar. In uw persoonlijk leven, met degenen die u lief zijn, met uw verenigingen en organisaties. En een goed jaar met de gemeente.